Hallo allemaal, vandaag bij Ukulum ga ik jullie leren hoe je een 3D kauwgomballenautomaat moet maken. Wat heb je hiervoor nodig? Rode elastiekjes, want mijn kauwgomautomaat was rood. Doorzichtige kleurige elastiekjes. Twee zilverkleurige elastiekjes. En één zwart elastiekje. Verder heb je nog 12 kraaltjes nodig, wat je in een doorzichtig elastiekje doet. Als je niet weet hoe dat moet, dan zet ik hieronder in de beschrijving, dus daaronder, een link naar waarin ik of mijn zusje het uitleggen. Ik heb alvast de achterkant van de kauwgomballen automaat gemaakt. Zo ziet hij er voor mij uit. Hij was dus best wel groot. Dit is de achterkant. Ik pak er dadelijk nog eentje en die zet ik er. Of die zet ik er dadelijk precies tegenaan. Dus dan kan die recht staan. Maar ja, dat zien we dadelijk nog wel. We gaan eerst beginnen. We pakken onze rainbowloom erbij. En gaan eerst een klein stukje van de zijkant maken. Wat we gaan doen, is we pakken één, ja, kauwgombal. Een kraaltje met een. Ja, doorzichtig elastiekje erdoor. En gaan hem op deze twee pinnen spannen. Dit doe je twee. Dit hele riedeltje moet je twee keer doen. Ik heb er al eentje gemaakt en die zit op een haaknaald. Dus dadelijk moet hij nog een keer. Dus we hebben deze hier gespannen. En dan zetten we er nog een elastiekje op. Dat doen we nog een keer. En dan zetten we er nog één op. En dan maken we hier op deze pin een capband van drie ringetjes. 1, 2, 3. En dat gaan we haken. Dus ik grijp in de capband. Pak. 2. Doe het nog een keer. En dat is het. Zo moeilijk is het niet. Dan haal je hem eraf en schuif je hem op je haaknaald of doe er iets anders mee wat je fijn vindt. Nu gaan we nog een voetje maken. Ik heb hem hier al een keer voor gedaan. Deze is heel simpel. Ik pak daarom ook mijn haaknaald erbij. We doen gewoon een capband maken van vier elastiekjes op de haaknaald. Laten het los en rijgen het door twee rode elastiekjes. En deze kan je dan ook op je haaknaald laten of aan de zijkant laten liggen. Oké, nu kunnen we dus nu voor de zekerheid. Je hebt dus twee uitsteeksels nodig met twee kraaltjes erin. En je hebt twee van die voetjes nodig. Oké, nu gaan we beginnen op de Rainbow Loom. Pak onze Rainbow Loom erbij. We gaan één elastiekje eerst hier plaatsen. Dan kunnen we het dadelijk makkelijk afsluiten. En nu doen we alles met twee elastiekjes, tenzij ik het zeg dat het anders moet. Plaatsen deze van het midden naar boven. Dan plaatsen we hem van het midden naar onder. En nu van het midden naar rechts. Nu van boven naar rechts. En nu van onder naar rechts. En dan ga je weer heel makkelijk met twee elastiekjes insluiten, zoals ik dat graag noem. Dus zo moet je het dan hebben. Je doet het goed naar beneden. Dan kan er dadelijk niks mis mee gaan. Dan pakken we twee doorzichtige elastiekjes. En gaan het heel simpel één keer omlaag. Dit doen we op alle drie de rijen.
Dan gaan we bij de middelste rij gaan we nog één keer zonder kraal naar beneden. En vanaf hier plaatsen we één kraal met één elastiekje erboven. De kleurencombinatie maakt in principe niet zo heel erg veel uit. Je moet gewoon doen wat jij mooi vindt. Het is heel belangrijk dat deze twee buitenste rijen heel erg goed naar beneden zitten. Ik leg je dadelijk uit waarom. Je moet, als het goed is, moet je drie soorten kralen plaatsen. Behalve in het midden. Dus de buitenkanten moet je drie kraaltjes plaatsen. Dus rij 1 moet je drie kraaltjes plaatsen. Rij 2 moet je 1, 2 kraaltjes plaatsen. En rij 3 moet je ook drie kraaltjes plaatsen. Deze is gewoon nog een... Ja, doorzichtige kleur. Nogmaals, schuif ze heel goed naar beneden. En dadelijk moet er, als we een rondje gaan maken, nog een rij bovenop. Ik kan dit helaas niet veranderen. En nu gaan we verder weer met rood. Ik ga vanuit de middelste pin omhoog. En ook van de onderste pin naar de middelste pin. Maakt niet zo heel erg veel uit hoe je het zegt. En dan ga ik naar beneden. We gaan, om precies te zijn, 4 keer omlaag. 2, 3, 4. Dan bedoel ik deze kant 4. In het midden doe je er dan maar 3. Niet om het midden buiten te sluiten, maar dat is omdat je dan makkelijk schuin kan gaan. Oké. Nu gaan we deze weer insluiten. En plaatsen we hier deze pin, een capend van 3 ringen. Of zo. En dan plaatsen we hier die rode die ik hier heb. En als het goed is, moet hij naar buiten wijzen. En die rode moet je ook alweer maken. Capend van 4 ringetjes op je haaknaald. En dat schuif je door 2 rode elastiekjes. Eigenlijk gewoon heel makkelijk en hetzelfde wat je eigenlijk altijd doet. En dan plaats je die ook hier zo op. Als je wil, kan je ze ook een beetje naar beneden trekken. Zo, ik heb ze heel even voor de makkelijkheid hierop geplaatst. Kan jij ook doen, hoeft niet per se. Nu gaan we weer terug hier naartoe. Natuurlijk mis je al de 3 hoekjes. Daarom gaan we die eerst hier doen. Hier zijn ze makkelijk. Gewoon een enkel elastiekje pakken. Hier wel enkel. En dan gewoon plaatsen.
Hier is het dan weer wat moeilijker. We gaan eerst nog 3. Gewoon 1, 2, 3 elastiekjes plaatsen. Ja, 2 keer 3 elastiekjes plaatsen. En dan gaan we daar ook een heel mooi driehoekje plaatsen. Nu gaan we hier onder. Dus 1, 2, 3. Ik kan ze helaas niet anders neerzetten, zoals ik net al zei. Nu pak ik alles wat op mijn haaknaald zit. En die schuif ik er bovenop. Ziet er heel raar uit, misschien. Maar het hoort wel. En dadelijk mag je ze ook weghalen. Halen. Dan plaats je de onderkant hierop. Voor de makkelijkheid. Dus de kippend van 3. Oké, ik heb deze twee erop geplaatst. Nu kunnen we bezig gaan met driehoekjes plaatsen. Heel makkelijk. We gaan van hier stoppen daar. Dan gaan we zo. Klinkt misschien heel raar. Maar zo kan het makkelijker. Zo. En dan gaan we de eerste laag haken. Let op, vanaf hier moet je geen kraaltjes haken. Dus je gaat erin. Je haakt geen kraaltjes. En dan moet hij er zo uitzien. Dus je gaat erin, pak de bovenste twee elastiekjes en haak hem verder. Ik denk dat jullie dit ook wel gewoon kunnen. Dus dit rijtje doe ik mee. En de rest mogen jullie zelf doen. Nu heb ik dit rijtje afgehaakt. Nu pak ik de onderkant op en haal ik hem eroverheen. Alleen de onderkant. Dus niet die driehoekjes die hier zitten. En op hier zet je hem gewoon helemaal. Oké, ik heb deze kant ook al gedaan. Nu ga ik nog heel even terug hier naartoe. Want we moeten natuurlijk de zwarte elastiekjes nog plaatsen. Dus ik haal de driehoekjes heel even weg. Sorry, als jullie die ook al geplaatst hebben. Ik ga een grijs elastiekje pakken. Die plaats ik hierop. Ik heb bent van 3. Hier ook een grijze en daar een zwarte. Nee, ik doe het verkeerd. Hier een grijze, daar een grijze en daar een zwarte. Zo, nu zit hij erop. Ik weet niet of dat je ze goed kan zien. Hier zitten twee grijze en daar een zwarte. Nu kan je de elastiekjes, driehoekjes gaan plaatsen. Nu wel. Zorg dat de zwarte elastiekjes en de grijze elastiekjes er een beetje boven komen. Dan kan je ze dadelijk makkelijker haken. Oké, nu kunnen we eigenlijk in principe beginnen met haken. We starten hier. We pakken hier de capend op. En we haken deze naar de bovenkant. Nu naar de onderkant. En dan gaan we weer. Eerst dit rijtje tot hier, dit rijtje tot hier en dit rijtje. En dan kunnen we rechts en links en dan de rest haken. Oké, ik heb de buitenste twee rijen alvast gehaakt. Ik ben nog niet aan de middelste rij begonnen, omdat daar nog iets aparts mee gebeurt.
Ik ga deze haken. Maar als deze erop zit, dan ga ik het zwarte elastiekje erover halen. Dus let op dat je niet de verkeerde pakt. Want anders heb je echt een heel groot probleem. Er overheen. Dus nu moet het er zo uitzien. Als je het makkelijker vindt, kan je het ook van 3 maken naar 2. Dus dat ga ik heel even doen. Dan is het wel een stuk makkelijker. Oké, pak ik deze weer op. En probeer ik de grijze te pakken. En die er overheen te haken. Dan doe je weer precies hetzelfde. Zorg dat je vinger erop zit, dan kunnen ze er nooit afgaan. Eigenlijk. En dan kan je er deze ook weer eroverheen halen. Als je het niet goed ziet, sorry daarvoor. Maar het is nogal een moeilijk stukje. En nu kunnen we alles weer gaan haken. En als je dan bijvoorbeeld een enkele automaat wil maken op de achterkant, dan kan je dit natuurlijk weglaten. Heb ik ook gedaan. Grijp altijd de onderste 2. En dan doe je aan de zijkanten precies hetzelfde. En dan haak je alles naar dit pinnetje en dan kan je het helemaal af gaan haken. Dus tot zo, dan heb ik het alvast gedaan. Oké, ik heb ondertussen alles gehaakt. Zo moet hij eruit komen te zien. Zou je hem ook hebben gehaakt. En natuurlijk, het eerste elastiekje waar we mee starten is ook altijd het laatste punt. Dus we pakken het onderste elastiekje hier uit. De middelste. Haken hem naar voren. En halen we het. Bovenste elastiekje. Het onderste elastiekje boven het bovenste elastiekje uit. En dan trekken we hem aan. Kijk uit dat hij niet breekt. Ja, en dan zit hij. Dan kunnen we hem ervan afhalen. En dan komt hij er als het goed is een beetje raar van af. Geen probleem. Duwen we gewoon wat naar voren. De reden is waarom ik heel veel stukjes niet film, is gewoon heel simpel. Ik wil de video niet te lang maken. Ik kan ook eventueel dit draaien. Misschien is dat wel mooier. Ik ga nog wel even kijken hoe die het beste kan zitten. En dan kunnen we maken dit uit buiten de kant aan elkaar. Dan wordt die één hele grote kant. En dan kan die uiteindelijk staan. Hoe moet je dit gaan doen? Het wordt heel simpel. We steken hem in. We pakken dus 4. 2 keer 4 elastiekjes. Pakken hier 2. En aan deze kant 2. En dan moeten het natuurlijk wel altijd dezelfde elastiekjes zijn. Pak ik een enkel elastiekje. Je kan dit ook doen met naald en draad. Als je dat toevallig in huis hebt. Maar ik doe het ook gewoon met rode elastiekjes. En dan klap ik hem door. Dus, als je nog geen twee dezelfde hebt, dan zou ik die maar heel even maken. Dus dat. En dan gaan we hier ook weer door. Ik zou persoonlijk zeggen, haak niet te veel. Ga niet te veel haken, want dan verspil je gewoon heel veel elastiekjes. En ik vind het ook wel mooi dat het misschien een beetje ongelijk zit. Dus ik pak er hier sowieso 1. Dus hier heb ik er nu 2 geplaatst.
Hier ga ik er nu 1 plaatsen. Ik weet niet of dat ik het überhaupt op film heb gedaan. Natuurlijk hierboven ook. Dadelijk stoppen we ze gewoon allemaal weg. Nu deze kant. Nu hier zo in het midden. Zo, en nu komt de laatste in zicht. Zoals je ziet, hij komt bijna al niet open. Dat is ook de bedoeling. En natuurlijk, als je hem nog wat vulling wil geven, mag dat natuurlijk ook. Ik zou er geen echte kauwgomballen in stoppen. En hier de laatste. Dus bij deze heb ik 4 rode elastiekjes verbruikt. En 1, 2, nee, 8. 8 rode en 2 doorzichtige. En dan ziet hij er wel echt heel gaaf uit. De onderkant kan je ook doen. Ik doe dat persoonlijk liever niet. Nu wegstoppen is heel simpel. Ga gewoon ergens in je kauwgombalautomaat. Pak het elastiekje wat je wil verstoppen. En trek hem erdoor. Precies hetzelfde. Natuurlijk mag jij zelf weten hoeveel je hiervan alles hebt pakt. Ik vind het leuk om dit te doen. Dus die stop ik er gewoon overheen. Heeft wel echt een leuk effect. En deze kan je ook bijvoorbeeld gewoon aan een sleutelbos hangen. Of gewoon een knoopje inleggen. En dan is je kauwgomballenmachine eigenlijk zo goed als af. Ik ga hier nog wel eventjes de zwarte elastiekjes naar voren halen. En de zilverkleurige elastiekjes. En dan is hij af. Nou, bedankt voor het kijken bij Yukulum. En tot de volgende keer. Vergeet niet om te abonneren. En om te kijken in de beschrijving. Dan zie je hoe je deze kraaltjes moet maken. Ook staat er nog heel veel informatie op. In de beschrijving. Bijvoorbeeld dat wij bij 100 abonnees iets leuks weggeven. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Je kan natuurlijk altijd alles jouw manier doen. Als je dat hebt gedaan. Dan staat ook hier beneden een e-mailadres. Daar kan je het dan jezelf gemaakt naartoe sturen. Of als je vragen hebt of iets eronder. Laat altijd een reactie onder. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer bij Yukulum. En veel plezier met jullie kauwgomballenautomaat. Doei doei!